Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Hallo, hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Het is wat donker, dat weet ik. Ik ga even gelijk wat lichtjes aandoen. Want dat mag wel. Oeh, dit is heel erg licht. Hallo allemaal, tof dat jullie kijken. Het is voor mij vandaag woensdag. Ik ben elke dag de dag kwijt. Dat is niet gezond. Het is woensdag vandaag. Ik heb stage gehad de afgelopen 3 dagen. En dat is best redelijk goed gegaan. Ik heb het naar mijn zin gehad. Het was leuk. Inmiddels is het 19:30 s'avonds. Zoals je ziet ben ik lekker aan het chillen in mijn kamer. Ik ben best heel erg moe van de afgelopen 3 dagen. Het waren 3 intense dagen. Maar ja, het is wel goed gegaan. Ik heb daar, zoals je ziet, een theetje staan die ik zo lekker ga opdrinken. Mijn laptop staat op te laden voor morgen. Die staat hier zo. Die staat daar lekker op te laden. En ja, eigenlijk is het nu gewoon eventjes relaxen. Eventjes een momentje voor mezelf. Afgelopen week was best druk. Dus ik heb me al lekker omgekleed in mijn pyjamaatje. En gewoon lekker relaxen, mijn tas ingepakt, mijn eten is klaargemaakt voor morgen. Dus dat komt allemaal goed uit. Ja, ik ga even mijn rolgordijnen dicht doen. Even wat meer sfeerlichtjes aanzetten. En dan genieten van mijn vrije avondje. Want morgen en overmorgen worden drukke dagen. Maar ik ga jullie gewoon volledig meenemen wat er de komende dagen op school allemaal gaat gebeuren. Want ik moet jullie zeggen, we hebben school tot 5:30. Maar echt les, dat zit er niet in. Speak. Goedemorgen. Ben je net wakker? Ik heb mega slecht geslapen. Ik heb mijn bed opgemaakt, kleding weer klaar. Ik ben even verkouden. Maar dat geeft niks. Ik ga even koffie halen beneden. Dan ga ik op mijn gemak even wassen en kleden. Dan gaan we make-up doen. Als de koffie ook afgekoeld, kan ik die drinken. Gaan we zo meteen weer naar school. Oh. Ik voel me echt. Ik heb mega veel energie. Aan de andere kant denk ik, oh. School. Maar goed, ja, maar ik, alles ligt in ieder geval helemaal klaar. No, don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run. No, don't hide. Been running from it for the long. Goed, ik heb net even snel voordat ik weer ging geswitcht. Want mijn tas zat al vol. Toen moest mijn laptop er nog in en mijn fles drinken van 1 liter. Ja, dat paste dus niet. Dus ik heb nu deze bij me. Komt bij de Action vandaan. Is gewoon, of bij de Primark vandaan. Is gewoon een hele fijne tas. Ik zat hem ook in zwart. Ik zit er nog wel over te twijfelen om die een keer te gaan halen. Want hij is wel echt fijn en er past mega veel in. Het voelt helemaal niet zwaar. Maar goed, ik ben onderweg. Het is 7:45 als het goed is. Dat hoop ik. Ja, het is 7:45. Ik heb YouTube Music lekker opstaan. Lang leven YouTube Premium. Dus dat is wel heel fijn. Maar ja, ik ga nu dus onderweg naar school toe. In het eerste uur hebben we ondernemend gedrag. Het probleem alleen daarvan is dat wij de afgelopen 3 weken dat we die les hebben, zitten we in het open leercentrum. En daar zit dan een docent achter een bureautje die dan een beetje het overzicht houdt dat het goed gaat. Maar zij schijnt ons dat die les te geven. Het is een keuzedeel. Dat Oeskerstental en ik zijn de enigen die dat gekozen hebben. De rest van de klas heeft gekozen voor een niet aangeboren hersenletsel. Ja, daardoor heb ik nu dus eigenlijk al 3 weken die les niet gehad. Maar ik moet er uiteindelijk wel toetsen in gaan maken. En examen in gaan doen. Ja, maar die docent zit serieus de hele les, de hele tijd dat wij daar zitten, want we hebben niet eens les, achter de laptop Netflix te kijken. Dat ik denk van, hallo, jij bent hier de docent. Moet jij geen les gaan geven aan ons? Moeten wij niet dingen leren? Dus ja, ik heb geen idee hoe dat zit. Ik ga dat vandaag even navragen, want ik vind het nou niet echt kunnen. Ik vind het vrij asociaal dat als je een docent je les hoort te geven,
dus achter de laptop Netflix gaat kijken. Dat ik denk, dat kan ik ook doen. Maar dan kan ik ook net eens goed thuis gaan zitten. Want wat doe ik hier dan, weet je? Waarschijnlijk zal de hele dag zo'n beetje verlopen. Dat ik denk van, wat doe ik hier? Maar goed, ik ga jullie gewoon lekker meenemen. En jullie gaan het allemaal zien. Misschien heb ik nu wel in één keer een hele goede leerzame dag. Ik heb geen idee. Misschien helemaal niet. We gaan het in ieder geval meemaken. Ik neem jullie lekker mee. So many mornings I woke up confused in my dreams. I'd do anything I want to. Hey. Hey. Goed zo. We zitten op school. We hebben net, weet ik het hoe lang, tussenuur gehad. We zijn het centrum geweest. En we zijn er niks aan het doen. Weer helemaal niks. We doen niks op school. We doen echt helemaal niks. Vreselijk. Ik ben nu uit verveling een boek aan het overschrijven. Dat is niet heel leuk. Nee. Het is heel saai. Maar zo ziet school er tegenwoordig dus wel uit. Ik zou jullie deze dagen meenemen. En ik denk dat deze dagen ook zo eruit blijven zien. Het is echt niet te doen. We hebben les. Maar we krijgen gewoon geen les, want er is geen docent. Of er is dit niet, of er is dat niet. En dat is echt mega, mega irritant. Goed, inmiddels zitten we in de kantine. Yes. We hebben de hele tijd eigenlijk niet veel gedaan. We zijn vervolgens teruggekomen op school. Toen zijn we in het OLC gaan zitten, het open leercentrum, want daar hadden we les. Maar we hebben geen les. Dus ja, net als de hele dag eigenlijk. We hebben de hele dag al geen les. Allemaal voor ons eigen werken. Dus nu zitten we in de kantine. Thank you. We doen niks. Dit doen we uit verveling, echt. Ik was al thuis. Ja, zie je, deze heeft de schoenen uit. En het ligt gewoon lekker op de bank. Maar ja, we zijn dus... Downloaden. Oh, je moet op die 480p klikken. En dan doet hij het zelf. Duurt even hoor. Je kan je telefoon niet even niet gebruiken. Maar ja... We hebben dus een soort van hele dag tussenuur en we doen helemaal niks en deze zitten vreten. Ook lekker. Maar ja, nog ongeveer 3 kwartier. Het is nu precies 4:15. Om 4:30 hebben we les. Of 4:30, 5:30 hebben we les. Het is nu 4:15. Dus we hebben nog 3 kwartier en dan gaan we de les weer in. En dan hebben we 1 uurtje wel les. En dan gaan we naar huis. Godzijdank. Nou, zeker weer over die katheteriseren. Ja, ik denk wel katheteriseren inderdaad. Gaan we oefenen. Beter, weet wat ik wil een keer vragen of ik mijn camera mee mag nemen de les in. En dan gewoon alles mag filmen wat we, hoe we daar oefenen en hoe we het doen en alles. Oh ja, dat is waar. Dan wordt het niet gezien. Oké, ik heb mijn camera nog 1 batterij. Dus waarschijnlijk kunnen jullie straks een leuke stukje zien van de lesverpleegkundige handelingen over katheteriseren. Godzijdank doen we het op poppen en niet in het echt. Goed, ik ben inmiddels uit school. Ik was inmiddels thuis, maar ik bedacht me in één keer, ik moest nog mapjes hebben. Gekleurde markers en een hardcover map. Dus aangezien het vanavond koopavond is, ben ik nu terug aan het lopen naar de Action. Om daar een map te gaan halen. En daarna ga ik naar huis om te eten, want het is al 6 uur geweest. Het is volgens mij bijna 6:30. Ik heb nog niet eens avond gegeten. Dus dit ga ik zo ook even doen. Maar in ieder geval ga ik nu in ieder geval wel mops halen voor het 8 uur is. En alle winkels dicht zijn.
Ik zeg, let's go. Het is trouwens wel fris en mies op buiten. Maar ja, it is what it is. Ik heb gewoon mijn schooltas bij die ik vandaag eigenlijk ook bij me had. Ik had een witte tas bij, die heb ik vanmorgen weer geswitcht. En vervolgens ben ik even tussendoor naar huis gegaan, heb ik weer geswitcht. Maar goed, ja, dat op even naar de action. Hoe vinden jullie trouwens de lichtinstelling? Ik heb hem wat lichter gezet. Aangezien we de winter en de herfst in gaan en het allemaal wat donkerder wordt. Dus ik heb het licht wat veranderd. Laat eens weten hoe je het vindt. Ik denk dat het zo wel iets wat beter is, ook voor buiten. Dus ja, op naar de winkel. En vanavond douchen, want mijn haar dat is zo vet en dat valt plat. Dat is niet normaal. Goedemorgen. Beetje overbelicht door de zon die midden in mijn gezicht schijnt. Maar oh jongens, goedemorgen. Het is van, oh, er zit een beetje een vlek op die lens. Het is voor mij vandaag vrijdag. En ik ben onderweg naar school toe. Ik heb een hele zwarte outfit aan vandaag. Ik heb een grijs vest aan en een rode sjaal. Maar ik heb hieronder ook een zwart shirtje aan. Ik weet niet waarom. Gewoon omdat het leuk is. Maar ja, ik ben in ieder geval lekker onderweg naar mijn stage. Of mijn stage naar school. Ik ben helemaal onderweg naar stage. Alsjeblieft. Nog niet. Ik ben onderweg naar school. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik heb tot 5:30 aan mijn huiswerk gezeten. 6:30 vanmorgen. Dus ja, dat was niet heel erg chill. Maar ja, het is normaal. Dus ben ik even mijn bed ingegaan. Toen ging mijn wekker om 6:45. Toen dacht ik, oh, ik heb nog geen zin. Toen ben ik er alleen uit gegaan om te plassen. En vervolgens terug erin. En ja, toen had ik geen wekker gezet. Dus ik werd uit mijn eigen wakker om 8:00. En ik moet om 9:15 moest ik de deur uit. Dus het is net allemaal gelukt. Ik ben in ieder geval lekker gedoucht, dus dat is wel fijn. Maar ja, we gaan nu onderweg naar school. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. Goed, in de metro. Helemaal leeg, op 1:09 is het helemaal aan de andere kant. Nu vertrekken. En ik ga zo meteen 2 haltes verder eruit. Wat nog wel leuk is vandaag, en ik zal niet heel veel vloggen vandaag, want vanmiddag gaan Chantal en ik cover opnemen die op ons eigen kanaal komt en op mijn eigen kanaal, dus hou dit ook zeker in de gaten. Maar ja, dat is voor nu even wat ik jullie moest melden. Ik ga nu onderweg naar school toe en ik zie jullie daar. Maar het is best warm met het vest aan. Ik dacht, ik doe deze aan. Gisteren had ik het heel warm, maar zoals dit is al warm. Ik had gisteren een trui en een jas aan en nu heb ik een t-shirt en een vest aan. Dus aanzienlijk minder, maar het is warm. Maar goed, op naar school en om 4:00 als we uit zijn gaan we de koffer opnemen. Dus ik ga jullie meenemen. Oké, goed. De lessen zitten erop. 4 uur lang achter elkaar. Dezelfde docent. In hetzelfde lokaal. Is heel veel. Ik heb haast. We hebben maar 1 uur om te filmen. Ik heb geen zin om 4:00 weer terug te moeten om de rest van de koffer te filmen. We gaan trouwens shameless doen voor roadtrip. Of niet, eigenlijk Camilla Cabello, maar we nemen de koffer van roadtrip. Volgens mij loop ik heel snel. Maar goed, we gaan dus filmen. Dus ja, we zien jullie als we klaar zijn met filmen. Hoi lieve mensen. Ik neem even de vlog van Kim over. Wij hebben net Shameless opnieuw gecoverd bij Roadtrip. Met Kim. Yay! En onze video. Natuska! Yay! wij gaan nu weer onderweg naar school voor de laatste 2 uurtjes. En we hebben echt, maar ook echt geen zin. Heb je er zin in, Natuska? Nee hoor. Geen zin. Ik ook niet. Maar ja. Dus ja, de laatste 2 uurtjes nog. En dan hebben we lekker weekend! Yay! We hebben echt gelachen. We hebben bloopers, echt hele leuke bloopers. En we hebben ook bijna 2 ongelukjes gehad. Ja. Ja. Wil je dat allemaal zien? Check eventjes het einde van de video of het linkje in de beschrijving naar ons kanaal. Ja. Naar jouw kanaal, want ik neem jouw kanaal even over, weet je nog? Ja, maar je moet ze toch naar ons kanaal om de video te zien? Oh ja, oké. Ga naar ons kanaal, Just Like Us, om de video te zien. Ja. Doei!
doen? Zo, dames en heren, jullie zien het hier zo, de bloppen. Kip, zijn telefoon loopt vast. Ja, man, ik kan niks meer. Zo, deze twee dames moeten uitzoeken hoe ze moeten eindigen. Oké, ja. Kijk al die vieze wat op de schoenen. Ja, ga nou! Waarom willen jullie lachen? Het is toch leuk? Nee, Oké, het filmen zit er dus op. Ik ben inmiddels ook uit school. Ik loop niet weg bij school. Ik ben onderweg naar de bus. Die over 9 minuten komt. En ik moet een beetje doorlopen, want ik moet nog helemaal daarheen lopen. Dus ja, in ieder geval klaar. Ik ga zo thuis gelijk de koffer editen. En dan ga ik morgen de vlog editen en mijn huiswerk maken. Maar ik wil die koffer vast af hebben, want ik denk dat die wel heel leuk is. Maar ja, eerst snel naar de bus. Goed, het is inmiddels tijd om mijn eigen soort van ready te gaan maken voor het straks naar bed gaan. Maar ik heb kauwgom, die ga ik eerst uitvliegen. Ik ga dat niet doen, want ik ga namelijk bij mijn opa en oma slapen vanavond. Ik ga mijn spulletjes zo pakken en dan ga ik hun kant op. Ik neem mijn edit laptop mee, zodat ik morgen wel vast de weekvlog kan editen. Dat zou toch wel fijn zijn, maar ik neem jullie gewoon een lekker dagje mee. Morgen. Ik had zin om gewoon weer lekker bij mijn opa en oma te gaan slapen. Het is lang geleden en aangezien ik nu een vrij rustig weekend heb, dacht ik, we gaan het gewoon lekker doen. Dus ik ga mijn spulletjes inpakken en dan daar gaan we. Goed, het is voor mij nu avond. Ik heb lekker gezellig met mijn opa en oma op de bank gezeten. En we hebben lekker tv gekeken. Het was super gezellig. En ja, het is nu, wat is het? 11:30 bijna. Het is super lang geleden, dat zei ik net tegen mijn opa en oma. Het is echt super lang geleden dat ik zo laat op ben geweest. Normaal hou ik het uit tot 9:30 en dan ga ik naar mijn bed. Maar ik heb het redelijk lang volgehouden. Maar ja, ik slaap vanavond onder een apendekbed. Mijn neefjes slapen hier het meeste, dus vandaar dit dekbed. Maar geeft niet, het is leuk. Als je denkt, wat heb je hier? Ik heb gekke plekjes op mijn wenkbrauwen en ik heb het spul opgesmeerd. Maar het ziet er niet helemaal goed uit volgens mij. Maar goed. Ik ga in ieder geval lekker slapen. En ja, ik zie jullie morgenochtend. Ik hoop dat ik een beetje redelijk slaap. Ik hoop dat ik een beetje uit kan slapen hier. De laatste tijd slaap ik niet heel erg goed. Maar goed, we gaan het zien. Ik ga lekker slapen. Tot morgen. Goed, goedemorgen allemaal. Het is voor mij vandaag zaterdag. Het is zaterdagochtend en ik
kom net van huis vandaan. Ik ben vanmorgen gewoon lekker aan het ontbijten geweest. En toen belde mijn moeder dat ze in één keer niet heel erg lekker was. Dat ze de kracht niet had om de gaai naar beneden te halen. Dus dat heb ik eventjes voor haar gedaan. Maar ja, verder rest. Ik ben nu weer terug naar mijn opa en oma. Het waait hard buiten. Daarentegen is het niet koud. Maar ja, ik loop nu dus nog lekker steeds in mijn pyjama. Dus ik ga me zo meteen ook maar eventjes omkleden. Zonnetje schijnt wel lekker. Dus dat is allemaal mooi. Goed, ik ben nu even lekker aangekleed. Ik heb deze trui aan, zwarte broek en lekker huissokjes. Ik ga lekker een eitje bakken. Ik ben lekker van de oma en lekker een klutseitje aan het maken voor de broodjes. Ik zit te wachten op mijn bakje die vandaag hier komt. Maar ik heb het vermoed dat het allemaal wat later komt dan normaal. Maar goed, we gaan een eitje bakken. Lekker eitje eentje vanmiddag. Shameless, screaming my lungs out for you. Not afraid to face it. I need you more than I want to. Need you more than I want to. Show me your shameless. Write it on my neck, why don't you? And I want it. Het is zaterdag, maar voor mijn gevoel is het zondag. Ik ben gewoon lekker met mijn oma op de bank aan het chillen. Ik heb een dekentje. Ik heb een kopje thee. We zijn de Bolt aan het verder kijken. En het is heerlijk om gewoon even een dag te hebben. En even helemaal niks te doen. Even helemaal bijkomen. En het is heerlijk. Eventjes gewoon niks. Geen schoolwerk. Geen editen. Even helemaal niks. Heerlijk. Het is echt bijkomen. Wat ik even nodig. Goed, ik ben inmiddels nog steeds bij mijn opa en oma, maar ik ga nu naar huis. Ik ga mijn tas even pakken, ik neem alles mee en dan ga ik thuis slapen. En morgen moeten we hierheen, want er was vandaag een stroom uitgevallen. En het schijnt dat twee stopcontacten onder het keukenblok, dus echt op de bodem achter in de keuken, daar zijn koortsluiting geweest en dus die stekkerdoos werkt niet meer. Dus morgen ga ik met mijn vader hierheen om dat toch te regelen. En het pakketje wat vandaag zou komen, is niet gekomen. Maar goed, hopelijk komt dat volgende week nog. Ik ga nu in ieder geval naar huis. En ik zie jullie zo thuis wel. Goed, het is inmiddels 11 uur en ik lig lekker in bed. Ik ga zo lekker slapen. Ik heb Dance at Dance gekeken en ik dacht dat mijn ouders ook naar boven kwamen. Ik ga in ieder geval lekker slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Deze video. Een blauw duimpje omhoog. En dan zie ik jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog. Doeg. Ik ben echt moe jongens. Ik moet echt nodig gaan slapen.